Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is Adeline Blankaert. Ik ben 22 jaar en afkomstig uit Kalken. Momenteel woon ik in Ledenberg samen met mijn vriend en zetel tevens als jongste gemeenteraadslid in Stad Gent. Ik kom komende verkiezingen op de tweede plaats op voor het Vlaams parlement in Oost-Vlaanderen en sta achter een sterke lijsttrekker, Guy Dazeleer. Samen willen wij gaan voor een vrij en onafhankelijk Vlaanderen waarbij we onze mensen op de eerste plaats zetten en gaan voor een betere toekomst voor onze kinderen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Nu, ik ben sinds mijn 16 reeds lid van de partij. Ik ben ook op mijn 18 jaar in het bestuur, het nationaal bestuur van de Vlaams Belangjongeren, gesukkeld, om het zo te zeggen. En ik heb daar zowat mijn engagement gevonden om er toch verder in te gaan. En ergens ook wel omwille van mijn gevoel van rechtvaardigheid. Als we gaan kijken, als ik zie wat er de dag van vandaag, voornamelijk in Vlaanderen, allemaal gebeurt, onrechtvaardigheden ten opzichte van onze mensen, dan denk ik alleen nog maar aan het feit dat een asielzoeker kost de belastingbetaler per maand 2.255 euro. Als ik dan zie dat onze senioren, die hier hun leven hebben bijgedragen aan onze samenleving, aan onze maatschappij, moeten rondkomen met een pensioen van gemiddeld 1.200 euro, waarmee ze zelf een rusthuisfactuur nog niet kunnen betalen, dan stel ik mij daar serieus vragen bij. En zoals er altijd wordt gezegd, roepen aan de zijlijn. Ik wil niet langer roepen aan de zijlijn. Ik wil echt wel actief mijn partij steunen, eigenlijk als enige partij, om effectief op te komen voor onze mensen. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor een quote die relatief bekend is in onze kringen. Namelijk, liever een magere wolf in het bos dan een vette hond aan de ketting. Dat is een quote die door Wijlen Karel Dillen, onze oprichter, werd gebruikt in zijn speeches. En ik vind dat heel erg typerend is voor onze partij. Waar andere partijen op voorhand, nog voor de verkiezingen, al bezig zijn welke premier zij precies willen binnenhalen, dat zij de premier moeten afleveren in een gefaalde Belgische structuur, zijn wij niet bezig met die postjespakkerij, maar zijn we wel bezig met onze mensen. En we willen geen machtsbeluste partij worden, een beleidspartij zoals de N-VA eigenlijk verworden. Is. Wat wij zeggen voor de verkiezingen, zeggen we ook na de verkiezingen. Dus het is daarom dat die quote is mij altijd bijgebleven. En dat was het eerste dat ik aan dacht toen ik de vraag kreeg. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Dat vond ik al een iets moeilijkere vraag. Ik ben nooit echt de persoon geweest die idolen had of die de vele affiches op de kamer had, die mijn leeftijdsgenoten met de joepie en zo eruit scheuren en omhoog gingen op hun kamer. Daar heb ik nooit echt mee meegedaan, maar er zijn wel twee, ik ga je vraag dan al iets vervormen, er zijn wel twee mensen waar ik enorm naar opkijk en daar moet ik ook niet ver voor zoeken. Als eerste ook Guy Dazeleer, is onze lijsttrekker voor het Vlaams parlement in Oost-Vlaanderen en ik ben enorm trots en fier dat ik de eer heb gekregen om achter zo'n sterke man op de lijst te staan. En ik kijk enorm op naar hem omwille van wat hij verwezenlijkt heeft in Ninove afgelopen verkiezingen. Hij is erin geslaagd om 40% van de mensen te overtuigen van ons programma, van ons sterk programma, samen met zijn Forza Ninove. En het is niet enkel dat hij dat verwezenlijk heeft met een korte campagne, maar wel ook de voorgaande jaren heeft hij er enorm veel tijd en energie in geïnvesteerd. En het is daarom ook die energie dat ik ongelooflijk vind in iemand als Guy. Je merkt dat ook als je Ninove rondloopt. Mensen zijn enorm positief. Iedereen ziet hem graag. Een pintje gaan drinken met Guy op café, dan word je om de 5 minuten onderbroken voor foto's en over hoe dat hij wel niet bezig is. Dus ik vind het enorm sterk van hem en ik kan alleen maar hopen dat ik later ook zoiets zou kunnen verwezenlijken. En als tweede, moest ik ook weer niet verzoeken, is Barbara Pas. Is onze lijsttrekker voor de Kamer hier in Oost-Vlaanderen. En ik kijk naar haar enorm op, omdat ik dat in mijn ogen is dat de sterkste vrouw binnen onze partij. Vind ik het enorm sterk van wat zij ook al verwezenlijkt heeft, ook op zeer jonge leeftijd. En omwille ook van haar enorme dossierkennis en de strijd die zij voert op communautair vlak voor ons onafhankelijk Vlaanderen. Dus het is, ik kan alleen maar hopen dat ik later in haar voeten treden kan treden. Wat zijn uw politieke interesses?
Mijn politieke interesses die liggen heel ruim. Gaande van arbeidsmarkt tot onderwijs, tot het hele communautaire debat. Maar omdat ik zelf ook op de Vlaamse lijst sta, ben ik nu enorm bezig met onderwijs en voornamelijk ook arbeidsmarkt. Ik zetel in de gemeenteraad, zetel ik ook in de commissie onderwijs. En omdat dat ook wel, het is iets heel belangrijk, hè. Ik bedoel, het vormt onze jongeren tot wie ze later worden. Het is ook enorm gelinkt aan die arbeidsmarkt. Het is daarom dat ik het ook heel interessant vind. En voornamelijk als we zien hoe de huidige partijen de afgelopen jaren steeds die hervormingsdrang hebben om het toch maar altijd weer aan te passen. En ons onderwijs, zoals in 2003 stonden we in de top. En 16 jaar later is het niveau zodanig afgezwakt dat er dringend iets degelijk en goed moet veranderen. En daar wil ik mij heel graag voor inzetten. Als we ook zien dat er 22% van de leerkrachten stopt eigenlijk met lesgeven binnen de 5 jaar in het secundair onderwijs, dan denk ik ook dat we daar veel meer mee moeten bezig zijn. Want in de commissie onderwijs wordt er dan gezegd dat men moet gaan naar een grotere diversiteit binnen de leerkrachten. En ik denk niet dat het probleem daar ligt. Het probleem ligt wel bij het tekort aan begeleiding dat opstartende leerkrachten eigenlijk hebben. Momenteel worden ze echt in een hele administratieve rompslomp gestort, terwijl we eigenlijk leerkrachten opnieuw zouden moeten laten doen wat leerkrachten ook moeten doen, en dat is lesgeven. En onze jongeren en onze jeugd eigenlijk vormen tot kritisch denkende en goed opgeleide mensen. Maar ik denk ook, daarnaast is het heel belangrijk. Ik vind het bijvoorbeeld verschrikkelijk als er gesproken wordt over het watervalsysteem door vele politici, omdat ik vind dat we moeten gaan voor een heropwaardering van die technische en beroepsrichtingen. Ik vind het is zo jammer. Momenteel staat dat door veel mensen eigenlijk, wordt dat in een heel slecht daglicht geplaatst of in een heel negatief daglicht. Terwijl dat wel richtingen zijn die ook mensen direct op de arbeidsmarkt zetten, die handen aan het lijf hebben, om het zo te zeggen. Ik was zo met een ondernemer aan het spreken die ook zei van alsjeblieft, we zijn echt op zoek naar mensen met handen aan het lijf die meteen met kennis van zaken op die arbeidsmarkt bij ons terecht kunnen en er direct aan kunnen beginnen. En daar is eigenlijk echt een groot tekort aan. Dus ik denk als we meer gaan inzetten op duaal leren ook, dat verder gaan uitbouwen, dat we dan wel een stap in de positieve richting nemen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Dat is een heel ruime vraag met een heel ruim antwoord. Er is enorm, enorm veel dat anders en veel beter kan in de politiek. Ik denk het belangrijkste momenteel is dat de mensen er niet meer in geloven. Als je met de jeugd of met de mensen op straat gaat gaan spreken, zeggen ze ook van, uiteindelijk, wat maakt het uit, er verandert toch niks. Het enige dat het teweeg brengt is dat we meer moeten betalen. We moeten langer werken voor een lager pensioen en een hogere energiefactuur. Dus politici worden de dag van vandaag een beetje gezien als de postjespakker die niet meer bezig zijn en in hun ivoren toren in de wedstrijd zitten, waar de beslissingen worden genomen, maar waar de mensen niks aan hebben. En het is vandaag caviar-socialisme en van die hypocrisie en postjespakkerij dat we willen afstappen en dat we echt naar de mensen toe willen gaan en willen zeggen van kijk, we willen jullie helpen, we willen er samen met ons Vlamingen, ons Vlaanderen op vooruit gaan en hoe dat we dat het beste kunnen doen, is een samenspraak met ons mensen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb gekozen voor een redelijk speciaal iets. Het is geen boek, nog cd. Ik heb gekozen voor eigenlijk een geboortegeschenk dat gegeven werd bij de geboorte van mijn kleinste broer door Maurits de Martelare. En het stelt eigenlijk, we zijn ook met 3 kinderen thuis, dus ik denk dat daar de symboliek lag. Het zijn dus inderdaad 3 kinderen op een wereldbol die reiken naar de sterren. En voor mij draait het voornamelijk om het gezin en om onze jongeren. Ik vind het gezin is de hoeksteen van onze maatschappij. We investeren daar eigenlijk veel te weinig in. En ik denk dat we daar veel meer in mogen investeren, veel meer mee moeten bezig zijn. En dan zeker ook onze jongeren, onze jeugd, dat is onze toekomst. En daarom wil ik ook gaan voor om dan terug te koppelen naar uw vraag daarnet van waarom in de politieke strijd stappen. Is eigenlijk om onze jeugd een betere en veiligere toekomst te geven.